Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft vanmorgen de gerehabiliteerde vijfde etage van het beddenhuis wederom opengesteld. Volgens AZP-directeur Claudia Marika Redan is reikhalzend naar dit moment uitgekeken. Eindelijk kunnen we na een lang voorbereidingstraject met de nodige uitdagingen dit moment koesteren, zegt de directeur. Volgens Antoine Elias, minister van Volksgezondheid, is met de ingebruikname van de gerehabiliteerde vijfde etage van het AZP-beddenhuis een mijlpaal bereikt in de verbetering van onze gezondheidszorg. De allerziekste patiënten worden verwezen en behandeld in dit ziekenhuis. Jaarlijks nemen we ruim 25.000 mensen op. Dat zegt al veel hoe belangrijk dit ziekenhuis is voor ons allen. Dus het hebben van adequate faciliteiten is een must. Na contractondertekening 17 april en ook als officiële staat zijn werkontwikkeling, waren velen er toch niet zeker van dat de rehabilitatie van het beddenhuis zou aanvangen. Laat staan dat we vandaag hier zouden staan en het etage openstellen. Gezondheidszorg geniet de allerhoogste prioriteit in het beleid van de regering. Houden ze nu gezondheidszorg alle mensen ontvangt. Niemand mag en wil ziek worden. Dat is altijd, overal en voor iedereen de allereerste zorg en hulp. Vandaar ook dat iedereen met de scherpste ogen kijkt naar wat er op het vlak van de gezondheidszorg plaatsvindt. Gezondheidszorg staat bij iedereen onder het vergrootglas. Zie daar waarom het ministerie van Volksgezondheid bij de opening van deze nu gemoderniseerde vijfde etage van het beddenhuis van AZP zegt dat het hier gaat om een mijlpaal. Het rehabilitatieproject wordt uitgevoerd door IBT Engineering, dat ook de directievoering doet. Volgens directievoerder Rino Chin Wong Yu is het project 3 maanden geleden gestart. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën noemt het werken met cijfers tof, maar vindt het nog moeilijker wanneer mensenlevens afhankelijk zijn van het werk dat je doet. De bedoeling is dus dat we per verdieping en dan per vleugel het hospitaal renoveren, waardoor er niet één keer te veel bedden verloren mag. Elke keer een fase werken, dat betekent dat het per verdieping afgerond moet worden en dat we dan doorgaan naar de vierde, de derde, de tweede en de eerste van het project. Eindelijk volgend jaar in deze tijd opgeleverd te hebben. De bedoeling is ergens tussen augustus en oktober helemaal af zijn. Helaas heeft dit project ook wat vertraging door externe omstandigheden meegemaakt, maar het ministerie van Volksgezondheid en Financiën. Dank u voor de goede samenwerking en vlotte afhandeling dat het project toch goed opgestart is. Dus mijn enorme waardering aan allen dat ondanks de moeilijke situatie waar we steeds gebruiken zaken om wat te doen. Ik luister ook naar die speech waar u de eenzaamheid aanhaalde hoe moeilijk het was voor contractors. Aan de contractor kan ik zeggen, I can feel your pain. Want ik heb gewerkt met de gezonde zorg, ik heb gewerkt met mevrouw Redan. En ik kan u zeggen, we brengen dit tot het uiterste deliver. Tot zover minister Gilmore Hoefdraad, hij is minister van Financiën. En daarvoor Rino Chin Wong Yu, directievoerder van IBT Engineering. Ze spraken vanmorgen tijdens de openstelling van de gerehabiliteerde vijfde verdieping van het AZP-beddenhuis.